En iedereen krijgt zijn werk af, want het is ook wat rustiger. Rustiger is het zeker op basisschool De Meridiaan in Medemblik. Na de meivakantie mochten ze eindelijk weer open, maar dan met halve klasse. We zijn heel blij dat ze weer naar school mogen. Ik vind het fantastisch om ze allemaal weer te zien. Dat merk je aan de kinderen ook, ze wilden heel graag weer naar school. We werken met 50% van de totale schoolpopulatie. Meer mag er ook nog niet. Nou, ik vind het best wel goed gaan, want nu is het ook rustiger en er zijn niet zoveel kinderen in de klas. Het was eerder wel druk. Dat betekent dat net halve klassen werken of er is een hele klas op school die verdeeld wordt over twee leerkrachten. En de kinderen die vandaag op school zijn, die gaan morgen thuis aan het werk. Dus die krijgen vandaag uitleg en kunnen morgen aan de gang. Dus we maken wel ook nog een roostertje voor de kinderen die thuis zijn. En dat zijn eigenlijk vrijwel dingen die ze zelfstandig kunnen doen. Zodat we de echte moeilijke instructies op school oppakken. Naast halve klasse zijn er ook nog andere maatregelen genomen. We mogen niet allemaal bij elkaar staan en we moeten anderhalf meter houden van de meester. Geen ouders in de school. De ouders moeten echt buiten wachten. Mogen ook niet op het schoolplein om te voorkomen dat ze ook echt te dicht bij elkaar komen. Dat er veel verkeer op gang komt. Dus wij wachten allemaal buiten op de kinderen, dus we compleet zijn van naar binnen. Ja, we moeten bij de kraan staan en dan moeten we ons handen wassen. Lekker. Wat voor woord? We werken ook nu met continu rooster, terwijl we dat normaal niet doen. Normaal gaan de kinderen tussen de middag naar huis om 12 uur. En nu eten we met de kinderen in de klas een broodje. En zodat je ook wat minder verkeer hebt. Tussendoor. En denk je ook dat je het gaat redden nu met die korte tijd die je nog hebt? Nou ja, dat is altijd een beetje passen en meten. Je moet altijd dingen schrappen. Dus dat is wel, het vraagt wel wat van je om goed te kijken naar de planning. Van wat hebben ze nodig om goed over te gaan naar het volgende schooljaar. Maar ja, we hebben het ermee te doen. Dus dat we het gaan redden denk ik wel. Maar het vraagt gewoon wat van de leerkrachten. Ook de ouders moeten wennen aan deze nieuwe situatie. Heel veel begrip. Er is ook wel angst bij ouders van hoe gaat het allemaal en wat gebeurt er als de scholen weer open zijn. Ja, dat kan. Sommige ouders maken ook de keuze om hun kind nog niet naar school te sturen. Maar voor de rest is er veel begrip en ze begrijpen ook dat wij een hoop gepuzzel en moeite doen om het allemaal een beetje in goede baan te leiden. Tot nu toe, we moeten het samen doen en dat lukt. Ja.